Goedenavond, mijn naam is Joelle en leuk dat je kijkt naar het Tesca-journaal van maandag 8 juni. We hebben weer een leuk programma deze week. Laten we even kijken naar de tv-gids. Op woensdag starten we om 10 uur met een workout van Lisette. Op vrijdag hebben we om 10 uur een workout met Suzanne en Carmen en kijken we om 7 uur naar Tesca Journaal. Op maandag beginnen we de week met een workout van Suzanne, Carmen en Jonna en om 7 uur is er weer een nieuw Tesca Journaal. De zwemlessen zijn weer in volle gang. Afgelopen week heeft Tesco ijsjes uitgedeeld omdat de kinderen het zo goed gedaan hebben. Ja, daar zijn we weer. Ik ben weer gezellig met Tesco. Het is weer even geleden. Maar hier zo zijn nu allemaal kinderen aan het zwemmen voor zwemles. En omdat ze natuurlijk heel lang niet hebben gezwommen, is er nu wat extra zwemles. En omdat ze dat zo goed doen, belonen wij de kinderen. Wij geven ze zo'n mooi bolletje. En dan kunnen ze in het restaurant weer gratis een ijsje halen. Want het restaurant is natuurlijk ook weer open. Oeh, dat is leuk. Heb jij net weer gezwommen? Ja. Omdat je dat zo supergoed hebt gedaan, krijg je van mij dit bonnetje. En dan mag jij in het restaurant gratis een ijsje halen. Dankjewel. Is dat lekker? Ja. Goed zo. Ik denk dat we iedereen gehad hebben vandaag. Hebben we weer veel kindjes blij gemaakt, hè Tesco? Hebben we goed gedaan. Ik wil ook nog wel een knuffel. Ook bedrijven kunnen bij Tesco terecht. We schakelen hiervoor even over naar Marloes. Wist je dat je bij Tesco ook een vergaderruimte kunt huren? We hebben deze tijd gebruikt om de boel lekker op te frissen. En kom, dan laat ik het jullie nu even zien. Dit is de vergaderruimte. Zoals jullie zien, zijn hier best heel veel mogelijkheden. Afgelopen vrijdag hebben wij al de eerste vergadering hier gehad. En uiteraard werken wij volgens de richtlijnen van het RIVM. Waar wordt deze ruimte nou vaak voor gebruikt? Nou, in eerste instantie voor vergaderingen. Er worden hier cursussen gegeven, brainstormsessies. Ede, Tesco Ede, ligt natuurlijk heel centraal in Nederland. En sommige cursussen die hier gegeven worden, bewust hier, omdat de cursisten uit het hele land komen. En dan is Ede natuurlijk perfect. Er zit het gebruik in van de flip-over, van de beamer. Dat zit allemaal in de huur van deze zaal. Je kunt uiteraard verder uitbreiden. Je kunt zeggen van... We gaan een lunch houden, dat is allemaal mogelijk. Je kunt een dag ook afsluiten met een diner, met een barbecue, met een buffet. Je kunt het nog verder uitbreiden door gebruik te maken van onze faciliteiten. Je kunt zeggen van nou, we pakken een tennisclinic of we gaan een bootcamp doen of een functionles. Eigenlijk allemaal mogelijk of ergens veel mogelijk, laat ik het zo zeggen. Mocht je nou meer informatie willen of je wil de ruimte een keer zien... Of Tesco natuurlijk een keer van binnen zien. Neem contact op met Tesco. Vraag naar Lisette en dan komt het vast allemaal goed. Op het buitenterrein staat een nieuwe tent. Daar is nu outdoor fitness. In de oude tent vinden groepslessen plaats. Weer of geen weer, bij Tesco kun je dus nu altijd terecht. Dit was het Tesco-journaal van vandaag. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En graag tot ziens bij Tesco.